Hier, bij Hogeschool Larenstein in Velp was vanmorgen de start van de historische bevrijdingsrit. Meer dan 70 voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog rijden de route waar de bevrijders in april 1945 als helden werden onthaald. En ook nu staan er weer een hoop mensen langs de kant. Ja, ik vind het indrukwekkend. Ja, mooi. Ik vind het altijd leuk om te zien. De auto's zien er prachtig uit. Het is toch een stukje verleden wat weer tot leven komt. Dus ik vind het erg leuk om te zien. Geniet u er een beetje van? Ja, zeker. Maar ik heb al zelf meegemaakt. Ja, dat is toch bijzonder dan, hè? Ja. Net als in april 1945 volgt de kolonne niet alleen de bestaande wegen. Dit omdat die wegen in de Tweede Wereldoorlog vaak waren versperd en met landmijnen waren bezaaid. En dus trekt de stoet ook dwars over de Veluwezoom. Even later maakt de kolonne zijn opwachting in Doesburg. En daar worden de toeschouwers getrakteerd op een optreden van de Starlight Sisters. Oude tijden herleven. Feest dus voor iedereen vandaag. En dat maakt het voor de chauffeurs van de voertuigen dankbaar om te doen. Nou, fantastisch, het is hartstikke mooi. Heel veel mensen langs de kant van de weg. Nou, je ziet het wel hoeveel bloemen we krijgen. Dus nee, het is gewoon fantastisch. En zo trekt de stoet verder, richting Ellecom en Dieren, waar de bevrijdingsrit eindigde. Ja.